Goedemiddag. Brussel zet zich schrap voor Laboem 2, het aangekondigde protestfeest in Ter Kamerbos. Het is 1 mei, dag van de arbeid, net als vorig jaar, zonder grote optochten en feestelijkheden. En Racing Genk klopt Antwerp in de eerste wedstrijd van de play-offs in het voetbal. Welkom. Brussel zet zich schrap voor Laboem 2. Dat is een feest deze namiddag in Ter Kamerbos. Al wekenlang verschijnen er op sociale media oproepen om mee te komen feesten. De actie gaat uit van jongeren die de coronamaatregelen beu zijn en hiermee een signaal willen geven. De eerste editie van het protestfeest, exact een maand geleden, op 1 april, liep nog uit de hand, want de politie moest toen hard ingrijpen. Ook nu waarschuwen de Brusselse en federale overheid dat het protestfeest niet is toegelaten. Een nog erg rustige ochtend in het Ter Kamerbos. De sporters van elke dag lopen hun rondjes en doen hun oefeningen. Tussen hen toch ook al een 40-tal stewards die de boel in de gaten houden. Onze job is vandaag de securiteit aanbrengen aan de mensen, sanitaire maatregelen behouden met de masker op de neus en proberen te zien dat de mensen niet met meer dan 10 per groep komen. En als ze per groep komen, meer dan 10, proberen te verspreiden met de maatregelen te houden van 1,50 meter. Ook de politie is al aanwezig om een oogje in het zeil te houden, maar feestvierders zijn er nog niet op een enkeling na. Moi j'ai envie de faire d'un peu me sortir de la routine quotidienne qui est un peu parfois pas trop agréable parce que bon, il y a tout qui la vie a été un peu stoppée. Gaëtan was er vorige keer bij, maar denkt nu weg te blijven. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que va y avoir trop de bagarres et de choses comme ça et je pense que ça va plus dégénérer qu'autre chose. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée de venir. Ou alors si je viens, c'est vraiment pas pour aller me mettre dans l'herbe ou je ne sais quoi, c'est plus pour être plus loin avec des amis, pas dans la foule, c'est mauvais, c'est pas une bonne idée. De buurtbewoners die hier elke dag komen sporten, blijven vanmiddag zeker weg, maar hebben ook begrip voor de noodkreet van jongeren. Je pense que c'est une envie de tout lâcher quoi, de sentir en liberté, je les comprends en fait. Sur la place de Gand, ils ont fait des grands cercles et ils autorisent les jeunes à se rassembler en cercle par bulle de je sais pas 6 8 10 et avec leurs masques et ça je trouve que c'est quand même une précaution pour tout le monde, pour les autres. On doit le faire ici aussi. Qui sait, à penser, à réfléchir. Ja, we gaan meteen naar Gitte van Hooijwegen in Ter Kamerbos. Ja, Gitte, jij was er een maand geleden op 1 april ook bij. Toen liep dat protestfeest helemaal uit de hand. Hoe schat je het nu in? Hoe zal het verlopen? Wel, Hanna, als we de voorspellingen van de afgelopen weken en vooral van de afgelopen dagen moeten geloven, dan zou het wel eens behoorlijk grimmig kunnen worden vanmiddag. Waar dat een maand geleden nog ontstaan was als een spontaan feest dat uit de hand is gelopen, serieus uit de hand gelopen is wel, is er nu al veel meer aan vooraf gegaan. Er zijn veel meer oproepen geweest. Die Facebookpagina die een paar dagen geleden is afgesloten, die had al 8500 mensen die zeker zeiden dat ze zouden komen. Dat is een pak meer dan vorige keer. En bovendien hebben er ook een aantal groeperingen, extreem linkse en rechtse groeperingen, laten weten dat ze zouden komen. Dat zijn meestal geen mensen die echt voor een feestje komen, maar eerder om rel te schoppen. Dus ik denk dat ze zich hier schrap zullen zetten vanmiddag. Er waren ook al een aantal voorbereidende acties. Gisteravond bijvoorbeeld was er nog een actie van Wake Up Belgium, die op het Justitiepaleis in Brussel boodschappen hebben geprojecteerd, waarin ze oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en laten weten van wij zijn het hier niet meer mee eens met hoe die coronamaatregelen nu gevoerd worden. Dus allemaal zaken om in het oog te houden. Het wordt afwachten vanmiddag. Mm-hmm. Met die informatie. De organisatoren roepen nog wel altijd op om vreedzaam en geweldloos te protesteren vanmiddag. Ze hebben vanmorgen nog een boodschap gelanceerd. Ik stel voor dat we daar eens naar luisteren. Laboem, c'était une fête avant tout et surtout une fête. Et qu'une fête c'est de la joie c'est de l'amour et que de l'amour c'est de la vie. Et ça c'est la définition de Laboem. Et à aucun moment il y a le mot violence qui n'entre dans cette définition-là. Ja, het waren de organisatoren die toch echt wel oproepen om geen geweld te gebruiken. Nu, de politie zou in principe Ter Kamerbos ook kunnen afsluiten. Waarom doen ze dat niet?
Ja, dat is een beetje het probleem, Hanna. Enerzijds willen ze natuurlijk niet te repressief optreden. Ze willen mensen de kans geven om hier coronaproef aanwezig te zijn in bubbels van 10. Ze willen mensen die kans geven, maar anderzijds is dat Ter Kamerenbos ook gewoon heel erg moeilijk af te sluiten. Het is een heel groot en uitgestrekt gebied dat niet omheind is. Dus je kan hier langs alle kanten binnen en buiten lopen. We hebben dat ook vorige keer gezien. Om de mensen hier weg te krijgen heeft dat uren en uren geduurd, omdat hier gewoon langs alle kanten dat park in en uit kan. Dus dat is gewoon heel erg moeilijk. En bovendien heeft de politie zijn handen ook vol dit weekend. Niet alleen hier, maar ook op andere plekken. Er is opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid overal. Zo was er vanmorgen nog een flashmob in het Centraal Station van Brussel, waar een honderdtal mensen zijn samengekomen op de trappen om te dansen. En ja, dat wist de politie ook niet. Daar zijn ze ook naartoe moeten gaan. Dus de politie zal de handen vol hebben dit weekend. Het wordt afwachten wat het gaat worden hier, Hanna. Oké, okay. Jij blijft het gelukkig voor ons allemaal volgen. Dank je wel, Gitte van Hooijwegen. En van de ene burgerlijke ongehoorzaamheid naar de andere, naar Middelkerk en naar Thomas Stetaert. Ja, want daar had de burgemeester opgeroepen, of laten we zeggen voorgesteld, om de terrassen dit weekend al te openen op 1 mei. En dat is 1 week eerder dan toegelaten. Staan de tafels en stoelen buiten en zit er ook volk op, Thomas? Ja, absoluut. Je ziet het zelfs achter mij. Hier staan al enkele tafels. Het zijn er 3. Nu over de hele Zeedijk zijn er 200 tafels en 800 stoelen neergezet door de burgemeester. En je ziet ook dat er al redelijk wat volk aan zit. Hoewel we, zoals je kan zien, nog in de schaduw staan. Hè? Dus straks komt de zon hier op de Zeedijk. En dan is maar de vraag, ja, hoeveel volk zal er dan nog rondlopen? Maar we hebben deze voormiddag toch wel al kunnen zien, ja, dat er zelfs mensen speciaal voor die terrassen hier naar Middelkerken zijn gekomen. En dan stel ik voor, we hebben een verslag gemaakt dat we daar even naar gaan kijken. Ik wil een terras, terras, terras. En koffie en een fris pintje. Sommige toeristen zijn er vroeg bij vanmorgen. Speciaal hier voor ze gaan we doen ze. Onze lekkere koffie. Als toerist. Ze genieten van het leven. En dat terwijl de horeca-uitbaters nog maar net open gaan. Vandaag hebben we toch een beetje vroeger opgestaan, omdat we toch denken dat er heel veel volk zal zijn met elkaar. Wat verwacht u van vandaag? Wij hopen veel volk, mooi weer. Ik denk dat er ook heel wat mensen nieuwsgierig zijn naar de picknicktafels van de gemeente. Behalve meer klanten verandert er voor de horecazaken eigenlijk niets. Ze mogen niet aan de tafels bedienen. Hey, frietjes? Ja, frietjes kun je krijgen. Ja. Dus klanten bestellen om mee te nemen en kunnen dat dan opeten of drinken aan de tuintafels en stoelen die door de gemeente zijn gezet. Het eerste terrasje van het jaar. Wel gewacht. Ik vind het een heel goede gedacht om dat zo te doen. We zijn lang genoeg opgesloten geweest. Donc on a réservé un hôtel pour être ici aujourd'hui. Ja, we zoeken de restaurateurs en fait qui sont sans emploi depuis 14 mois. Het idee komt van burgemeester De Dekker. Hij vond een creatieve omweg, zeg maar. Hij schorste de vergunning voor de terrassen, maakte er openbaar domein van en richtte ze zelf in. Waarom zouden we weken wachten? De mensen moeten buiten zijn. Mensen moeten buiten zijn voor gezondheid. Waarom hem nog een weekje opsluiten? We hebben de beste lucht van de wereld. Kijk, het zonnetje schijnt, jodium in de lucht. We hebben plaats. 8 kilometer Zeedijk, dus we kunnen spreiden. We volgen de regels. Want alles moet wel coronaveilig gebeuren. Daarom lopen er stewards rond die alles ontsmetten en zorgen dat er geen grote groepen bij elkaar zitten. En dan goed nieuws van bij de vaccinatiecijfers, want we hebben weer een symbolische kaap gerond. Meer dan 3 miljoen landgenoten hebben intussen minstens 1 prik gekregen. Dat is 32,7% van de volwassen bevolking. Bij de coronacijfers zet de dalende trend zich ook voort. Afgelopen week raakten dagelijks gemiddeld 3.212 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 11%. Voor de 6e dag op rij worden er nu ook minder covid-patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Elke dag gemiddeld 198 en dat is 16% minder dan de week ervoor. In totaal liggen nu 2.707 covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen. 854 hebben wel intensieve verzorging nodig. Ook dat is een daling. Het sterftecijfer daalt voorlopig amper. Elke dag sterven nog altijd gemiddeld 38 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.
Straks in ons sporthoofdstuk krijgt u nog een verslag van de eerste wedstrijd in de Champions Playoff. Bekerwinnaar Genk won er op het veld van Antwerp met 2-3. Maar nu 1 mei en alles wat daarbij hoort. Voor het tweede jaar op rij verloopt het Socialistische Feest van de Arbeid zonder optochten en feestelijke bijeenkomsten. En ook nu is het coronavirus en de gezondheidscrisis zijn de boosdoeners. Zowel de Socialistische Partij als de Mutualiteit pleiten dan ook voor extra investeringen in bedden, apparatuur en personeel. Naast corona wordt deze 1 mei ook overheerst door het mislukte loonoverleg. Als u dan terugkomt, als uw test in orde is, dan krijgt u een bandje. Een beetje festivalgevoel, zeg. Ja. Eindelijk. Een beetje de festivalsfeer terug. Conor Rousseau onderwerpt zich aan een zelftest bij de opname van een van zijn virtuele 1 mei-boodschappen. Met dit soort testen en vaccinatie moet het Rijk van de Vrijheid dra beginnen. We zijn allemaal deze situatie kotsbeu. Het is voor ons heel belangrijk dat er in deze zomer meer mogelijk is dan in vorige zomer. We hebben vaccins die ons beschermen en onze omgeving beschermen. Maar we hebben ook sneltesten. En alsjeblieft, gebruik die. Want al dat afstand houden zorgt voor eenzaamheid en psychische problemen. Maar voorlopig moet iedereen die afstand houden. Onze gezondheidszorg is overstelpt. De voorzitters van partij en ziekenfonds willen daarom investeren. Wij pleiten voor te investeren in extra bedden, in extra personeel en ook in extra apparatuur. Om te vermijden dat bij een nieuwe golf of bij een nieuwe pandemie zelf, dat we opnieuw op het randje van het instorten van ons gezondheidssysteem komen. Blijven investeren in mentaal welzijn. Een betere terugbetaling van psychologische zorgen. Meer mensen in de psychologische zorg. Meer mensen aan bed. En betere loonsomstandigheden en arbeidsomstandigheden voor de mensen die werken in die zorg. Aan de Vooruit in Gent, nu kunstencentrum, ooit rode tempel van de strijd voor loon, werk en vrije tijd, vinden we een van de schaarse rode bijeenkomsten. Corona veilig. Een protest tegen de loonwet die zegt dat er niet meer mag bijkomen dan in de buurlanden. 0,4% boven de index vinden ze hier minuscuul. Ze willen nog een bonus uitgeven, maar dat is eenmalig. Dus ja, ik denk dat dat veel beter zou zijn. In plaats van 0,4 naar 1,4 te gaan of zo, daar heeft iedereen wel iets meer aan. Ja, en ook de PvdA voert op deze 1 mei op verschillende plaatsen in ons land actie. Niet met optochten, maar wel coronaproof met toespraken voor een beperkt publiek. Op de Antwerpse Vrijdagmarkt vraagt voorzitter Peter Mertes respect voor de arbeiders. En ook hier pleit de partij voor vrije loononderhandelingen. En daarvoor hebben ze een wetsvoorstel ingediend. Al die liberalen die hebben het over vrijheid. Vrijheid van dit, vrijheid van dat. Wel, nu komt het erop aan. Het is vrijheid voor de loonsonderhandelingen. Vrijheid voor de vakbonden om echt te kunnen onderhandelen. Ook in de sectoren die goed hebben geboerd om goede loonsonderhandelingen af te dwingen, beste kameraden. 1 mei sta ik in tegen van vrije loonsonderhandelingen en van respect. We gaan naar Chris de Nijs op het Luxemburgplein in Brussel. Ja, Chris, we hoorden bij de PvdA en bij de socialisten eigenlijk dezelfde boodschap. Vrije loonsonderhandelingen. Maar ja, dat loonoverleg dat zit muurvast. Hoe willen ze daaruit geraken? Wel, voor het zuivere loonoverleg over de opslag voor de 3 miljoen mensen ongeveer die werken in de Belgische privénijverheid, ja, daar kunnen ze nu niks meer voor doen. Ze hebben het afgestaan aan de regering. Vakbonden en werkgevers gaan zich nu concentreren op meer detailaspecten. Andere problemen, bijvoorbeeld brugpensioen, landingsbanen voor oudere werknemers en het minimumloon. Niet toevallig sta ik hier bij een actie voor het minimumloon. Een Europese actie die pleit voor een verhoging van het minimumloon overal. Vandaar trouwens die geel-zwarte vlaggen. Dat is geen alliantie met de Vlaamse nationale mensen van N-VA of zo. Nee, dat is een vakbondsvlag van de Nederlandse vakbond FNV. Maar dus een pleidooi voor het minimumloon. Daarvoor staat naast mij Miranda Ullens van de Socialistische Vakbond. Over wie gaat het? Hoeveel verdienen die? Wat wil u voor hen? Goedemiddag. Dus het gaat inderdaad over een ongeveer 70.000 mensen. Van bijvoorbeeld de mensen die werken in de kleinhandel van de vleeswaren. Dus die dus aan het werk gebleven zijn. Of de poetshulpen. En die verdienen minder dan 10 euro per uur. En dat is echt niet serieus. En daarom voeren wij hier actie met de Europese vakbonden en de Europese parlementariërs. Als ze in Amerika $15 per uur kunnen geven, dan kunnen ze hier toch ook wel werken aan €14 per uur. En dat is onze Fight for 14.
Maar veel van die werknemers werken in sectoren, die evenementensector, horeca, die het heel moeilijk gehad hebben. De werkgevers daar gaan niet willen bijbetalen. Ze hebben het al zo moeilijk. En daarom hebben wij een voorstel van een solidariteitsfonds. Als je bijvoorbeeld 3,5% op de minimumlonen zou verhogen, dan zou dat 27 miljoen kosten in loonmassa, terwijl de totale loonmassa 120 miljard is. Dat is echt een fractie om ervoor te zorgen, samen, alle bedrijven samen, in een solidariteitsfonds, om die minimumlonen te verhogen. Maakt dat kans? Gaat u uiteindelijk toch niet moeten bij de regering ook daarvoor terecht moeten? Want als u daar 3,5% bij doet, dan gaat een groot stuk daarvan weer weg door hogere belastingen en bijdrage. Dan gaan we dus inderdaad op termijn ook moeten werken aan de werkbonus. En dat is een traject wat we moeten uitzetten om er zeker voor te zijn dat we aan die 14 euro minimum kunnen komen. Lukt het? Er is al zoveel mislukt in het sociaal overleg. Gaat een akkoord over een verhoogd minimumloon lukken? Wij gaan daar alles voor doen en daarom vechten we ook vandaag op ons feest van de arbeid voor een verhoging van de minimumlonen, allemaal samen, volledig coronaproof. Dank u wel. Alsjeblieft. Of dat lukt, dat is iets voor de komende weken. Want pas de komende weken zal het sociaal overleg zich herstellen, zich richten op kleinere punten. Het loonoverleg, dat zit definitief bij de regering. Oké, dankjewel. Chris de Nijs. En het Vlaams Belang heeft zijn 1 mei-bijeenkomst in de Kruidtuin in Mechelen gehouden. Daar verzamelden 50 aanhangers, met respect voor de coronamaatregelen, voor de speech van voorzitter Van Grieken. De toespraak werd ook digitaal uitgezonden. Vlaams Belang vraagt om de coronamaatregelen te versoepelen, nu bijna alle 65-plussers ingeënt zijn tegen corona. En de partij heeft ook een voorstel om de laagste lonen te verhogen. Het Vlaams Belang is gechoqueerd hoe op een mafioze stijl er vandaag afgedreigd en bedreigd wordt. En wat ligt eigenlijk op tafel? Meer bruto en eigenlijk de facto meer belastingen. En we betalen al de meeste belastingen in dit land op Europese schaal gezien. Ons voorstel, een sociaal alternatief, is meer netto en net minder belastingen door de belastingvrije som op te trekken tot het leefloon. Naar het buitenland dan, naar India, want daar blijft de coronasituatie intussen slecht. In het land, met zo'n 1,3 miljard inwoners, is opnieuw ook een triest record gebroken met meer dan 400.000 besmettingen op één dag. Daarbovenop brak er ook nog eens brand uit in een ziekenhuis waar covid-patiënten behandeld werden. 18 mensen kwamen daarbij om. Ambulances haasten zich om patiënten weg te brengen van het hospitaal van Baruk in het westen van India. Kort na middernacht brak daar brand uit op de COVID-afdeling. De oorzaak was een lek in een zuurstoftank. Zestien patiënten en twee zorgverleners komen om. 31 andere mensen raakten gewond of bevangen door de rook. Het is al de tweede keer op een week tijd dat brand uitbreekt in een ziekenhuis in India, waar brandveiligheid vaak te wensen overlaat. Rampen die bovenop de enorme coronagolf komen waar het land op dit moment mee kampt. Het aantal besmettingen blijft stijgen, met vandaag opnieuw een record van meer dan 400.000. Vanaf vandaag wordt in India de vaccinatiecampagne uitgebreid naar de volledige volwassen bevolking. Aan de vaccinatiecentra staan lange rijen. My half of my family is right now positive. So now everybody wants us to get vaccinated. Won't like completely protect us, but it will ensure that even if we get infected, we'll recover fast. Op dit moment zijn er in India ongeveer 25 miljoen mensen volledig gevaccineerd. Dat is nog geen 2% van de meer dan 1,3 miljard Indiërs. En dan naar Israël. Daar zijn al 32 doden geïdentificeerd na de ramp op een orthodox religieus festival. Verschillende onder hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. De identificatie en de autopsieën zijn vandaag wel opgeschort vanwege de Sabbat. De eerste slachtoffers zijn gisteravond al begraven. En de Israëlische justitie is nu gestart met een gerechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de stormloop, waarbij alle samen 44 doden vielen.
In het oosten van Afghanistan heeft een zware autobom het leven gekost en zeker 27 mensen, onder wie ook veel studenten. De bom ontplofte nabij het huis van een vroegere provinciegouverneur en in de buurt van een ziekenhuis dat ook zware schade heeft geleden. En in Nederland heeft de regering beslist om de versoepelingen die gepland waren voor 11 mei uit te stellen. De druk op de intensieve zorg en de bezetting van de ziekenhuizen zijn nog te hoog, vindt het kabinet. Dat betekent dat bijvoorbeeld dierentuinen, cinemas, bibliotheken en fitnesscentra voorlopig nog niet opengaan. En in de Engelse stad Liverpool hebben 3000 jongeren een test-event bijgewoond in een nachtclub. Alle deelnemers waren getest en hoefden binnen geen masker te dragen of afstand houden. Sinds het Verenigd Koninkrijk begin december begon met vaccineren, zijn de coronacijfers er spectaculair gedaald. Eerste minister Boris Johnson hoopt de lockdown in juni helemaal te kunnen opheffen. Test-events moeten uitwijzen hoe dat veilig kan. I have literally spent about 3 weeks preparing for this outfit. Oh, so long. Genuinely, yeah. Deciding what to drink, deciding what to wear. It's been, honestly, it's been crazy. Big up Liverpool for having the first non-socially distance event in the country. We love this city. We love this city. We're just excited. All of us are excited. We're all on the verge of tears, ready to go in. Honestly, yeah, we're not even drunk yet, so we're ready for it. En straks gaan wij nog naar Rijkenvorsel in de Antwerpse Kempen. Daar was het gisteravond weer Portje Pik, een jaarlijkse traditie. Wat het juist is, wel, dat hoort u straks na het sportnieuws. Dag Catherine, dat sportnieuws dat begin jij met voetbal, want de play-offs zijn begonnen. Ja, gisteren al de Champions play-offs, dat vroegere play-off 1. Racing Genk is doorgegaan op zijn elan van de bekerfinale. Het heeft gewonnen op het veld van Antwerp met 2-3. Het was een boeiende wedstrijd met telkens wisselende kansen. 2 weken geleden nog maar, op de laatste speeldag van de reguliere competitie, versloeg Antwerp in nog zo'n spektakelstuk Racing Genk met 3-2. En nu was het dus omgekeerd. Zoeken naar gouden schoen Leo Refailov in de selectie is overbodig. Bij Antwerp is de deur definitief dichtgegaan voor hem. De onrustige week bij de thuisploeg steekt schril af bij de euforische week van Genk na de bekerwinst. En dat is te merken in de eerste helft. Genk is baas en met een doelpunt van Bongonda komt het op voorsprong 0-1 bij de rust. Antwerp ziet er heel anders uit in de tweede helft, want bij een hoekschop kopt Le Marchand binnen. Het staat 1-1 nog voor het uur. En Antwerp heeft de smaak te pakken. Amper 4 minuten later is het opnieuw bingo als Miyoshi er 2-1 van maakt. Het is precies de vervanger van Refailov die scoort. Het lijkt een happy end te worden voor Antwerp. Maar onverwacht komt Genk toch weer in de wedstrijd. Niemand anders dan Onuachu maakt er 2-2 van. Onuachu zit aan 30 doelpunten dit seizoen. Antwerp krijgt de deksel helemaal op de neus in het slot. Opnieuw is het Bongonda die afwerkt. Genk wint met 2-3 en wipt daarmee meteen van plaats 4 naar 2 in de Champions Play-off. Genk wipt over Anderlecht en Antwerp en komt tot op 7 punten van de leider Club Brugge. Morgenavond krijgt Club Anderlecht op bezoek. Als Club wint, dan slaat het meteen een kloof van 10 punten. Vorige week de beker gewonnen en nu de play-offs geopend met een zege. Racing Genk dendert dus voort. Theo Bongonda was, net als in de bekerfinale, beslissend. Bongonda scoorde gisteren zelf 2 keer. En hij zette Paul Onuachu op weg naar zijn 30ste doelpunt van het seizoen. Onuachu evenaart daarmee het clubrecord van Wesley Sonck. Bij Genk blijft het feest. Waar gaat dit eindigen? Daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Als je onze week bekijkt met de geweldige finale, de winst, alle festiviteiten die daarbij gekomen zijn, geweldig. De focus woensdag al direct op deze wedstrijd. Ça montre que l'équipe a aussi pris en maturité, surtout après une finale, c'est pas facile. Tu peux te dire que tu vas relâcher un peu, mais l'équipe a montré que même en étant en difficulté, on continue à pousser et on montre que voilà, on était meilleur que eux aujourd'hui, même si on le savait déjà. Donc félicitations à toute l'équipe. Reaction from the team
It's fantastic. Yeah, we reacted 2-1. We won the game 3-2. I mean, I think this is one of the best reaction we've ever had in many games. And I'm very proud of the team. Ja, de start die we wensten in een play-off waar denk ik heel veel mogelijk is. Omdat je toch ploegen hebt die aan elkaar gewaagd zijn. Dat is ook logisch. De beste ploegen van het land spelen hier. En vandaag hebben we laten zien dat we daar makkelijk in mee kunnen. En dat geeft mij een heel goed gevoel. Ik zeg het, veel verwijten kan ik aan de ploeg niet geven. Integendeel, ik kan ze alleen maar feliciteren voor een groot deel van de wedstrijd. Maar dat is niet voldoende, want het resultaat is negatief. En dat blijft toch het belangrijkste. En oh ja, nog dit. Vragen stellen over Gouden Schoen Refailov bij Antwerp? Nee, dat gaat niet meer. Alleman heeft duidelijkheid gevraagd. Het is duidelijk dat daar niet meer over gebabbeld wordt. Voetballegende Diego Maradona heeft in de uren voor zijn dood niet de juiste zorg gekregen. Hij werd zelfs aan zijn lot overgelaten. Dat staat in een rapport van een medisch panel. Maradona overleed vorig jaar aan een hartaanval, enkele weken na een hersenoperatie. Hij herstelde in een huurhuis in Buenos Aires. Als hij in een ziekenhuis behandeld was, dan waren zijn overlevingskansen beter geweest, meldt het rapport. Onder andere de arts en de psychiater van Maradona riskeren nu een gevangenisstraf van 15 jaar. Op het EK Tumbling in Sochi heeft ons land mooi brons behaald in de teamfinale. Het was bijna 30 jaar geleden dat een Belgisch vrouwenteam deelnam aan het EK. Tashina Peters, Evi Mil en Laura van der Voorde schitterden. Ze werden derde. Frankrijk is Europees kampioen. Straks is het uitkijken naar de Belgische atleten op het WK estafette in Polen. Vanavond lopen de mannen, de Belgian Tornadoes, en de vrouwen, de Belgian Cheetahs, in de reekse van de 4x400 meter. En ook het gemengde team komt in actie. Je ziet de Belgen hier tijdens hun training van gisteravond. Veel grote landen hebben afgezegd voor dit WK. De Verenigde Staten onder andere en Jamaica. Vanwege corona wilden ze de reis niet maken. Dat vergroot dus de kansen voor de Belgen. Met een top 10 plaats kwalificeren ze zich altijd voor het WK atletiek van volgend jaar. En het is ook een belangrijke test met het oog op de Spelen, dus we zijn benieuwd. Oké, dankjewel Catherine. Ja, ik was dus juist op Facebook aan het zingen. En ik zei dat hier stond op de rondpunten, hier in het Vussel. En men, ik zeg, Poortje Piek, denk godverdomme, ik ben het vergeten weg te doen. En ik zei, gaan zingen en mijn leeuwen waren weg. Dus ik trek mijn lotta in. En dan, ja, ik zei, eerst heb ik ze nog gevangen. Hè. Ik vergeet dat altijd. Hè. De leeuwen waren weg. Deze man werd het slachtoffer van Poortje Piek. Een jaarlijkse traditie is het in de nacht van 30 april op 1 mei in Rijkenvorsel in de Kempen. Dan roven jongeren alle tuintjes leeg, of toch alles wat los zit. En ze verzamelen dat dan allemaal op het dorpsplein. En wie zijn of haar spullen terug wil, moet ze de ochtend nadien daar gaan ophalen. En er was wel degelijk buit vannacht. De tocht langs tuintjes en opritten levert van alles op. Van een glijbaan tot stenen beelden, maar ook stoelen, verkeersborden en fietsen. Niet kapot of gestolen, ze wachten gewoon op hun eigenaars op het dorpsplein van Rijkenvorsel. En de inwoners kunnen er wel om lachen. Ik vind het leuk en echt van alles komt er tegen. Er kwam hier net een meneer een pop halen die dat tenminste een tuin had staan. Die woont echt een heel stuk verder. Want wij hadden tegen onze kindjes gezegd, bij ons gaan ze niks komen halen, dat is te ver. Maar die woont eigenlijk even ver van het dorp als wij. Dus wie weet, wij volgend jaar iets dat ontbreekt in onze tuin. En nog een slachtoffer tussen aanhalingstekens, de cafébaas van op het plein. Ja, wij zijn toch nu een uur bezig geweest om alle spullen terug aan te halen. Ze hadden mijn volledig voorterras en achterterras meegenomen. Ook de trap die volgende week geïnstalleerd werd. Dus ja, eigenlijk alles wat al losstaat. Hè. Ik ben natuurlijk ook heel blij dat alles goed verlopen is en dat er niks stuk gegaan is. Dus het is een traditie en het zal altijd een traditie blijven in Rijkenvorsel. Onschuldige qua jongenstreken eigenlijk en goed verlopen. Ik heb feedback gekregen van de politie en alles is eigenlijk rustig verlopen volgens de regelgeving. Het was stil rond 23:30, 24:00. Iedereen heeft die nachtklok wel gerespecteerd en dat kan ik mij alleen maar gelukkig om prijzen. Ja, we begonnen dit journaal in het Ter Kamerenbos in Brussel.
waar de ordendiensten zich klaarhouden om eventueel in te grijpen tijdens het protestfeest La Boom 2. Dat zal er deze namiddag plaatsvinden, al is daar geen toestemming voor. Maar de organisatoren willen zo de huidige coronamaatregelen aanklagen. Bedankt voor het kijken, heel fijne namiddag en graag tot vanavond. La Boom, c'était une fête avant tout et surtout une fête. Je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'il va y avoir trop de bagarres et de choses comme ça. Et je pense que ça va plus dégénérer qu'autre chose. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée de venir. Als we de voorspellingen van de afgelopen weken en vooral van de afgelopen dagen moeten geloven, dan zou het wel eens behoorlijk grimmig kunnen worden vanmiddag. Er zijn veel meer oproepen geweest. En bovendien hebben ook een aantal extreem linkse en rechtse groeperingen laten weten dat ze zouden komen. Dat zijn meestal geen mensen die echt voor een feestje komen, maar eerder om rel te schoppen. Dus ik denk dat ze zich hier schrap zullen zetten vanmiddag.